Ga weg. Op donder. Op pokken. Hey, Pong. Where's our goddamn money? Dames en heren, welkom bij een nieuwe game. We gaan vandaag een Gas Station Simulator doen. Oké. Dus dit is mijn slaapverblijf. Oké, lekker. Daar in die bak. Hij zit vast. Hij zit precies. Ah, doe je nog twee keer. Ja, hij zit erin. Leuk. Oké, nog meer. 1, 2. Mis. Shit. Nog een keer. Hier nog een? Ja. Even vuilniszakken weg gooien, jongen. Hup. Ja, man. Lekker, man. Oh, nog van een zak. Lukt nog voor de derde keer ook? Derde keer. Yep. Zo, die stuit er toch een partij af, jongens. Oké, die moeten we hier inflikkeren. Wegwezen met die rommel die erop. Hier zie. Jongens, ik weet nog niet precies hoe alles werkt. Hey, hij kwam er niet meer uit. Dat klopt niet. Volg het hoogspanningkabel en vind een manier om elektriciteit aan te zetten. Hoogspanningkabel. Dat is geen hoogspanning, dat is een vliegtuig. Die gaat op. En de spanning is, staat erop, jongens. De spanning is aangezet. Gaat het licht aan? Geen idee. Wat is er voor geluid? Niet genoeg geld. Wat een deutje. Zou ik niet te lang bij staan, misschien is het wel corporate. Oké, dan moeten we even terug naar de... shop. Telefoon. Ja. Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Mm-hmm. Heel lang geleden. Yes, I'm a busy person. Ja, ik ook. But luck would have it that the land you've purchased once belonged to my father. Okay. Since you are not only a potential business partner, but family no less, I'll do my best to help you. I will send you emails on a regular basis, providing you with information on how to handle each part of the business. Do make sure to pay attention. Well, I must head off now. Thank you, well, Holm. Ik zie hier weer een dinges, een vraagteken. Ik wil erin. Oké, wat moeten we doen? Lees de e-mails op de computer. E-mailpost. Hallo, of groeten en groeten. Oké, lekker Nederlands. Het dialect was nooit met een Forto, hoe dan ook. Ik heb een investering gedaan. Ik vind het jammer dat je auto ervoor moest verkopen. Je had me altijd om lening kunnen vragen. Ja, maar lening is jongens. Jongens, begin nooit aan lening, want dat kost allemaal geld. Oké, wat moeten we doen? Stap in een mini graafmachine. Hier staat een mini graafmachine. Oké. F. Je hebt e-mail. Ja, ik blijf bezig met e-mails. Ik denk dat we weer naar een vraagteken moeten. Geen brandstof. Jammer. Ik pak dat ding in eentje. Een sherrycan, die kan je mooi vullen. Dus Rudy de graafmachine. Leuke naam voor een graafmachine. Dan moet je tussendoor zo. En dan gaan we iets langs. Nu. Tap. Even bijvullen. Nou, dan moeten we even terug naar Rudy. Rudy. Volgooi. Ja, dan moeten we er weer in. Mag ik er weer in? Ja. Ik ben er zeker. Mag ik er weer in? Er ligt één zandbultje ligt voor de machinepomp. Die moeten we even weghalen. Maar hoe dat precies... linker mouse button.
Oh zo. Oké. En waar moet het heen? Heb ik genoeg? Ik zal het wel eens sneller. Oké. Oké, dat is weg. Taak voltooid. Open een stickstation voor klanten. Nu al. Close it. We are open! Open stickstation. We kunnen de station elk gewenst moment open en sluiten. Gebruik de downtown om tankstation te organiseren of andere activiteiten te doen die u kunt vinden. Direct naast de hendel bevindt u een knop om het verkeer te resetten of opnieuw te starten. Oké. Dus die. Oké. Vul de brandstofvoorraad aan met behulp van een PC. Oké. Bezorgen brandstof. 200 liter. 200. Kost gelijk $400, ja. $400, ik heb nog $50 over. Ah, boeien. Ga weg maar. Zo, kan ik het tenminste hier ook gewoon door. Hey, goedemiddag! Waarvoor heb je een kerstmis op je kop eigenlijk? Hey, ik kan bij jou in. Mag ik bij jou in? Mag ik met jou mee? Mag je mee? We hebben hier een kop zo scheef. Hi. Hallo. Ik heb nog geen benzine, moet je even wachten. Het komt eraan, nog 250 meter ongeveer. Ja, komt er maar. En waar vind je nou nog een telefoonhuisje? Huh? Wat een ding. Waar ga je heen? Ik heb nog $55 hoor, dus schiet alsjeblieft even op. Gooi die rommel erin. Ik denk dat je hierheen gaat, of niet? Tenminste, hier staat een tank, dus... Oké. Kan ik hier ook op? Nee. Ik kan niet met jou mee? Ah, dat vind ik... Daar vind ik gemeen, hoor. Dat vind ik echt gemeen. Waar ben je nou? Hallo? Oh, daar. Even een stoppetje aan doen, hè. Zo! Hij slingert dat ding er even aan. Gooi de boemen voor, jongen. Dan ga ik heel gauw even die auto even vol tanken. Die. Shift is sneller, oké. Nee, iets te weinig, of niet? Volgens mij. Ik hoor wel muziek, en er is geen copyright. Nou, dat zien we in de volgende video wel. Oké, dan zijn we hier weer. Oké, dan moet ik racen. Ik hoor het geluid doen. Wow. Wow. Oh! Je hebt een e-mail. Ja, dat weet ik wel, maar die wacht wel even. Die e-mails wacht wel even, jongens. Wow. En ik vind ook jumpen, toch? Ik heb jumpen verkeerde kant op, ja. Misschien moeten we straks wel op het parcours even jumpen, weet ik niet, maar... Oh. Nou, als je hier gaat jumpen, jump ik er overheen, dat moet ik niet doen. Jump! De muziek was weg. Hier. Hier langs. Nee, mag! Dat is wel lastig te besturen hoor. Een elektrische auto. Niet daar overheen. Dan kan ik weer ronddraaien. Zo. Ik ben al bijna 3 minuten bezig met dit. Jezus!
Finish! 3 minuten 1. Nou, heel leuk. Heel leuk, jongens. Heel leuk. Ik hoor steeds die auto nog. Dan gaat de auto weg? Ja, dan is de auto gelijk weg. Jongen, 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 jongen. Klampen fuel. Oké. Okay. Jongen, had ik net ervoor gedaan, toch? Alsjeblieft. Oh, 4,40 euro tip. Lekker man. Wat moet ik doen? Gereedschap. Vuilniszak. Vuilniszak. Ja, ik heb een vuilniszak. Ja. Oké, ik kan de rommel verzamelen. Jongens, we gaan even een grote schoonmaak maken. Sinds wanneer passen die planken in de vuilniszak eigenlijk? Dat past dan nooit. Hebben we de vuilniszak zo vol, ja. Taak voltooid, ja, maar ik ga hem even door met opruimen. Zo. Hier is nog wat. Die. Wat is dit dan? Hallo? Ik keek niet eens heen, ja. Oh, wacht. Zo, gelijk die rommel even eraf halen. Nog meer hier? Ja, hier hebben we nog wel. Ja, is toch helemaal best, ben jongens, maar opruimen, dan kunnen we weer eens goed door blijven gaan. Hè. Hup, 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 hup. Hup. Ik zie weer een auto aankomen rijden. Toilet free? Nou, echt niet. Het gaat echt niet gratis, jongens. Dat gaan we echt niet doen. Oh, hier nog. Zo. Tap toch? Ja. Hallo? Waar is het u? Even een rommel even weggooien. Waar staat de containerbak? Containerbak, containerbak. Oh ja, staat een containerbak. Loop via de verkeerde kant erin. Los. Ja, zo, dat klinkt ook best. 1, 2. Mis! Nog een keer. Die flikkert er overheen. Die zit er wel in. Deze ga ik maar niet gooien. Zo. Veel zak erin. Tonnetje weg. Moet een beetje ruimte hebben voor mensen. Hop. Een rek. Hé, het is nog een winkel. Heb je geen rek nodig of zo? Vuilniszak. Doe nou, ik wil er langs. Ik sta er ook bij dat ik vuilniszakken moet weggooien. Hé, een deur. Mis toevallig iemand een deur? Taak voltooid. Koop een bezem om de bezem te gebruiken. Gebruik op tap. Ik ben er niet klaar met opruimen. Wacht even, even verder opruimen. Zo. Die. Die gaat er ook in. Dat was het. Hier is ook nog wat. Die kan. Goed zo. Ik heb hier ook nog een vuilniszak liggen. Zit een beetje. Zo. Zo. Ja, die zit er ook in. Dat was hem volgens mij. Oh ja, een bezem kopen toch? Bezem, gereedschap. Bezem! Dan moet ik weer op tap klikken. Ja. Ja. Oh, zo. Ja. Ik kan hier niet langs. Omdat die stomme klok daar staat. Kan die klok hier niet weghalen? Zo irritant. Zo. Al die poten drukken. Oké, dankjewel. Hey. Kan ik hem ook verplaatsen? Ja, ik kan hem ook verplaatsen. Hoe draai ik hem? Oh, zo. Oh, dat duurt een lange draaien. Ga daar maar staan, jongen. Kijk, ik heb tenminste weer gewoon langs. Maar ik vind het niet mooi, wij staan niet tegen de muur.
Hij is weg. Wat is mijn klok? Bestel vuilnis ophalen via de computer. Diensten. Instalen. Bestel. Wie is dat? Dennis. Dennis verschijnt af en toe op je station en schildert graffiti op je muren. Stop hem om voorwerpen naar hem te gooien om af te schrikken. Oké. Dennis. Kom hier. Donderop. Ga. Waar ben je? Ga weg. Op donder. Op bokken. Op bokken. Rot op, jongen rotjenk. Rotkind bedoel ik. Waar zit je? Ah, dat doen we door. Oké. Dat was Dennis. Oké, leuk kennis te maken met Dennis. Kan deze er nog bij? Ja. Ik zie geen graffiti. Hij is er wel geweest, maar ik heb geen graffiti gesproken. Koop een roller. Oké, een roller. Een roller, gereedschap. Roller. Oké. Dan moeten we naar de muur toe, denk ik. Ik hoor een auto. Dat is de vuilniswagen. Hey, Elvis. Elvis loopt in de building, jongens. Ja, je moet tussen de dingers blijven als het goed is. Ja. Oh. Is echt lastig. Ja. Dus elke keer als Dennis komt, dan moet je er allemaal weer gaan. Ik ben aan het praten, jongen. Ga weg. Dus elke keer als Dennis komt, dan moet je... Oh, je kunt niet sprinten als je de kwast aan hebt. Was er nog een plek af? Niet? Ga weg! Dat was het blijkbaar? Oké. Lockpick. Lockpick. Picklock. Picklock. Tap om te gebruiken. Lockpick. Dus ik moet mensen gaan stelen. Elvis, bok op! Nee! Bijna. Bijna. Ja! Hé. $8. Maar €8.83. Maar ik dacht wel. Hé. Het is me gelukt. Die is leeg, hè? Ja, die hebben ze leeg gehaald. Oké, is er nog meer rommel hier? Nee. Wat moet ik doen? Oh, Clamber Fuel. Oh shit. Sorry. Ik weet niet hoe lang hier al staat, maar. Super! Ah, super, super. Dank u. Oh, een beetje gay. Is ook gay. Huh? Ja. Andere stoffen schaal op het schilderijstation. Stoffen schaal. Maar waar hangt een stoffen schaalschilderij in het station? Inventory om te openen. Inventory. Dit. Oh, hier is mijn klok. Oh. Alsjeblieft. Wat je graag wil. Koop 2 schappen. Schappen, opties. Decoraties, schappen. Frisdrank. Ja. Koop. Eten. Koop. Gewoon klein beginnen, hè. Straks kunnen we overgeladen. Hey, Elvis! Ik wil nou een beetje beu van jou, waar zit je? Hey, dat muziek. Kun je de rijder ook uitzetten, want voor mij is dat gewoon copyright, maar... schappen. Ik zet ze gewoon even hier neer. Nou ja, uit. Ik hoor nog steeds muziek, ik heb streammodus aangezet, maar blijkbaar helpt dat dus niet. Ik had ook nog een schap, ja hier.
Ik wou net zeggen, ik had er nog eens gehad. Beter rijden. Ja, even naar de muur. Hier is terug. Naar de muur. Nee, naar de muur. Okay. Jongens, ik heb een snack en een drank. Koop een extra parkeergarage via de PC. Oké. Parkeergarage. Gewoon een parkeergarage. Kopen. Moet eens schoongemaakt worden. Waarom zeggen ze dat niet eerder dan? Echt waar. Dan moet ik Rudy weer hebben. Rudy, waar ben je? Rudy? Waar heb je dat ding nog gelaten dan? Die Rudy. Oh, ik geef zo een benzinepomp. Oh, daar zat Rudy. Even een benzine tanken, jongens. Extra speed. Hey! Oh shit! Oh! Awful. Fuck! Ik was met speed bezig in plaats van afklikken. Sorry. Hey Rudy. Mag ik erin? Deze? Oké, achteruit. Bijdraaien. Dat is goed, zie je dat ding. Maar ja, hij wel. Hey, hij heeft meer benzine gekregen voor wat hij betaald heeft. Wat wil hij nog meer dan? Op plaats in deze. Weg. Zo. Kan ik hem hier laten staan? Jawel hoor. Jongens, hier staat hij, bij de dingers. Oké. PC, opties, parkeer andere. 1, 2, 3 parkeerplekken. Waar is het u? Voltooid. Wat nog meer? Dat heb ik allemaal nog niet. Nee. Uitgaan, ja. Man op de roep van oom. Hé! Hey! Doe het zo op tafel, ja, op je inbak. Ja, relaxed, doe rustig. Ja, ben ik klaar voor? Ja. Good job. Thank you very much. Ja, kom maar aan. Hello. Oproep van oom, hallo, ik zie dat het goed gaat met de zaak en ik bel je om een felicitatie met het succes van klompen. Maar je kunt geen bedrijf doen op brandstof alleen. Mensen op de voorraad laten leveren, dan doen. Je bent me nu weer schuldig. Ik stuur je factuur naar de e-mail. Oké, dus ik heb nou een schuld bij. Nee, ik mis het niet. Ja, sorry, ik heb... Wat moet ik doen? Hey ja, verrek ja. Thank you, hoop. Thank you. Hey, auto. Als we een die weghalen. Andere kant op. Zo. Ja. Hallo, komt u binnen? Waar ga jij heen dan? Hallo? Waar ga je heen? Wat de hel, waarom? Loop je zo'n einde weg? Oh ja, e-mail. Oh, e-mail. E-mail. Al je e-mails. Net als in echt leven. E-mails. Goeie. Hey, goedemiddag. Gebruik L-shift om wat te laten bewegen. Hou LB ingedrukt om producten te verplaatsen in plaats. Oké. Oeh. Best lastig. Nee! Sorry, dat mis eens een keer. Jezus. Ik ben gelijk zagrijnig, man. Hey.
Hetzelfde dat ik deze spel nog nooit eerder gedaan heb. Ja, geen tip. Net iets te kort. Hoeveel benzine zit er aan nog? Ja. Kunnen we instappen of blijven we gewoon staan hier? Oké, succes. Ik ga je lockpikken. Nee. Ja, doe maar hoor. Betaal de lening met een PC. 0 van de 5000. Om lening te betalen ga je naar PC om. Lening. Hoeveel heb ik? 600. Waarom gelijk 5k? Voor dit? Dat is nog geen 5k, jongen. Ga er weg. Misschien kan ik nog een beetje... Ah! Godzalla, machtig. Ja, loop maar door. Meester. Een lamze. Waarom ga je nou weer terug? De ding is nog dicht hoor. De. Twee. Ja. Hoezo? Ik krijg een tip van jou, ja. Oké. Car wash. Dit is als voor dus een warenhuis. Hier komt een opslag in. Wow! Wat doe je? Zag je dat? Dat ging helemaal goed. Er staat nog geen rommel. Nee, geen mensen bij de dinges. Nee. Zo, Big Mama. Jezus. We gaan geen ruzie meer hebben. Oh! Sorry. Was ook iets met een spons. Oh ja. Thank you. Ja? Wat is dat gedoeter? Dan komt er iemand op. Is er nog een rommel hier? Bezig. Ja. Nog meer rommel? Nou ja. Vuilnisbak. Ja. Zit hier rommel in? Ja. Ja. Zal ik even. Die kant op. Maar af en toe ben ik jongens welke kant ik op moet, echt waar. Zo. Jij loopt de ene kant in en de andere kant weer uit. Wat ben je toch aan het doen, man? Klant bij full. Oké, kom maar aan. Moet ze wel die lening terugbetalen. Kom maar. En hoe kan ik 5000 euro terugbetalen? Ja, graag gedaan. Alsjeblieft. Wat is dit? Hey, Pong! Where's our goddamn money? Joe! Wie gaan we nog 5000 euro lenen dan? Ik heb er nog druk betaald in die tijd, maar wel. Ga dan weg. Wake up, Sam. We've got a gas station to run. We have a gas station to run. Dit is mijn omke! Dit is mijn oom! Welkom, oom.
Klaar voor toren. Oké. Even wakker schudden. Ja, ben we er weer? Ja. Sta op en neem telefoon. Hey, nephew. Ja. Back on your feet. I hope ja, weer op de been, ja. No longer spinning. Thanks nee. For picking up. We need to talk. Bedankt voor het ophalen. There was a mistake. A serious one. Er was van je, ja, zo je kunt rustig zijn. Have the responsible people dealt proper retribution for what has happened. The amount of time on your investment loan deadline was rendered far too short for what the amount was. It's plain bad business. I don't make bad business decisions. Yeah. Okay. Ik vind het prima. As a token of apology, please accept this small gift. Ja. Ik vind het prima, maar je moet niet een klap op mijn bek te geven. Brandstof is low. Dus ik moet even een brandstof bij halen. Dit is verkeerd. Brandstof. Verzorgen, brandstof. Gelijk vol. Upgraden van het stintstation. Upgraden. Upgrade. Kan nog niet, hè? Vertel alle uitdagingen. Buitendecoratie. Oh, buitendecoratie. Zeg dat dan. Zal me niet al te veel kopen, man. Dan heb ik straks geen geld meer, dan kan ik helemaal niks meer. Maar dan kan ik wel upgraden. Uitbreiden. Ja, uitbreiden kost 0 euro. Oké. Level 2. Zo, hier is dan de bron. Ja, ik zal eerst jou even doen. Schoonmaken. Hij voelt er bijna in. Ja, graag. Ja, super. Ja, mooi. Hallo, politieagent. Wat is dit? Sleutel. Ik heb de sleutel gepakt. Wil je weten waar die sleutel voor is? Ga dan vooral naar de volgende. Oh, zomerdag aan Totar! Is maar bezig. Nou, doen we nog een keer. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En ben je benieuwd waar die sleutel voor is? Ga dan vooral zeker de volgende aflevering kijken. Tot de volgende keer.